Welkom bij een nieuwe aflevering van Game News. Het is vandaag dinsdag 29 oktober 2024 alweer. Mijn naam is Chris. We beginnen vandaag met Life is Strange Double Exposure. Want het is namelijk release day. Gefeliciteerd met deze hele mooie game. Ik zet een trailertje nog in de beschrijving. Ik krijg een pakketje binnen. Maar helaas op het moment van maken van deze video is hij nog niet binnen. Ja, de post. Dus ik moet nog eventjes wachten als ik hem mooi even kan laten zien meteen. De game Redacted komt deze week uit. Om precies te zijn op 31 oktober. Aanstaande donderdag dus. En deze game is een spin-off van een eerder uitgekomen game. The Callisto Protocol. Al is deze game wel anders. Want dit is namelijk een comic-achtige game. En het speelt zich dus wel in hetzelfde universum af. Maar het is dus niet helemaal hetzelfde, zeg maar. Het is een horror game overigens ook. En speelt zich af rondom de maan Callisto. Die draait rondom Jupiter. En mocht je de game hoe dan ook gaan kopen, dan raad ik aan om dat nu al te reserveren. Want dan kan je hem nu al spelen. Hij kost slechts €22,05. Nou, waarom die 5 cent is geen flauw idee. Maar het is in ieder geval die 5 cent. Die moet je toch echt betalen. Dat is overigens een tijdelijke prijs. De game kan je gaan spelen op de PlayStation 5, Xbox Series X en S, Steam en Epic Game Store. Er komt een fysieke release aan van Resident Evil 2, 3 en 7. Deze kwamen eerder uit als remake digitaal. Maar per 6 december zijn ze dus ook fysiek te krijgen voor slechts €30 per stuk. Dus dat valt wel mee. De games zien er eigenlijk totaal anders uit, 2 en 3, dan de oorspronkelijke 2 en 3. Het ziet natuurlijk grafisch veel mooier uit. 7 is natuurlijk gewoon uitgekomen als nieuw zijnde Biohazard. Dus ja, daar zal geen verschil in zitten, behalve dat het op de PlayStation 5 natuurlijk wat mooier uitziet. Studio Night Dive komt weer met een nieuwe remaster uit. En in dit geval is het The Thing. The Thing kwam eerder uit in 2002 op de PlayStation 2, de originele Xbox en PC. Het trailertje staat in de beschrijving. Night Dive maakt overigens eigenlijk bijna alleen remasters. En ze hebben eerder gewerkt aan, het staat hier toevallig, System Shock 1 en 2, Doom 1 en 2, Forsaken, de Turok trilogie, Quake 1 en 2 en Shadow Man. Dus heel wat dus. De game volgde precies het verhaal van de film die al in 1982 uitkwam. Van John Carpenter. John Carpenter is ook de maker onder andere van Halloween. Die kennen jullie wel. En in deze film vinden wetenschappers op Antarctica een buitenaardse levensvorm die het uiterlijk van andere levensvormen kan nabootsen. Echt een hele goede film trouwens. Al is hij uit 1982. Het is echt een goede film. Dus dat is een aanrader. Ja, ik moet je eerlijk zeggen, ik ben er heel erg benieuwd naar. Een gerucht. Er komt namelijk misschien een Rayman remake aan. En dat kan natuurlijk super tof zijn. Het wordt natuurlijk uitgegeven door Ubisoft. Dus al met al is het nog even afwachten of dat uit gaat komen überhaupt. Het zou gemaakt worden door de originele team van The Lost Crown. Prince of Persia dus. En overigens, dat team is wel gesplitst. En die doet nu dus 3 games tegelijkertijd, zeg maar. Gedeeltes. Eén teamdeel doet Beyond Good and Evil 2. Ja, die ook al heel lang moet uitkomen. Nieuwe Ghost Recon en dus de Rayman remake. De originele Rayman kwam uit in 1995 op de PlayStation, de Saturn, Sega Saturn en de Jaguar en PC. En ja, we weten eigenlijk niet of dat wel die zal zijn. Het kan ook zo zijn dat het nog een remake is van Rayman Legends of zo, maar dat lijkt me eigenlijk niet. Dus we moeten nog even afwachten. Er is vanaf nu een open beta beschikbaar van Monster Hunter Wilds. En deze open beta is nu niet helemaal open nog, maar alleen beschikbaar voor de mensen die PlayStation Plus hebben. En die kunnen dus vanaf nu de game al spelen, de beta. Vanaf 1 november kunnen alle PlayStation 5, Xbox Series en Steam gamers de beta spelen. En mocht jij later de game aanschaffen, dan kun je alles wat je gehaald hebt in die beta meenemen naar de full game, die overigens begin volgend jaar uitkomt. En er wordt ook cosplay ondersteund, staat hier. En je kan ook een personage creëren.
een klein gedeelte van het verhaal. En de Doskaguma-jacht die zit daarin. Oh my god, een moeilijk woord. Maar wat ik zeg, alles wat je haalt in de beta neem je dus mee naar de full game. Dan een beetje nieuws over Call of Duty Black Ops 6. Ja, dat is altijd natuurlijk nieuws over Call of Duty. In dit geval komt vandaag Infected weer terug in de game. Nou, de meeste mensen kennen deze game mode wel. Het is een soort van ticketje. Eén iemand is infected en die raakt de andere. En iedereen moet je dan in de game infecteren. En de winnaar, ja, die blijft dan als laatste over. En aanstaande vrijdag komt natuurlijk Nuketown uit. En dan hopen we in ieder geval dat voor alle PC-gamers de problemen wat zijn opgelost. Want daar schijnen toch wel een paar buggies in te zitten. Dat schijnt veel te crashen. Vooral ook bij de single-player campaign. Nou ja, daar zullen ze ongetwijfeld van bezig zijn. Er komen bijna elke dag wel wat updates voor uit. En het laatste nieuwtje van vandaag gaat over Fortnite. Want er komen toch wel wat veranderingen aan bij Fortnite. We hebben het de hele week eigenlijk al over Call of Duty. En iedereen is eigenlijk een beetje Fortnite vergeten. Aanstaande weekend begint het nieuwe seizoen van Fortnite. Sterker nog, zaterdagochtend vroeg loopt het chapter af, zeg maar. En we gaan naar een hele nieuwe chapter toe. We gaan weer naar een tussenchapter toe, namelijk chapter 2 Remix. En dat is weer een OG map. Tenminste, dan nu van chapter 2. Voor de mensen die chapter 2 niet meer weten. Ja, in toentertijd was dus onder andere het onderlopen van het eiland en ja, wat nog meer staat hierbij. Oh ja, de invasie van de aliens is natuurlijk heel erg bekend eruit. Volgens insiders komt in ieder geval Snoop Dogg naar Fortnite op 2 of 3 november. Dus bij aanvang van het nieuw seizoen. En komt er dus ook een concert in de game. En wat je weer kan bijwonen. Wat ze gaan doen in Fortnite is ook het XP-systeem veranderen. Ze gaan namelijk, je moet eigenlijk nu voor elke Battle Pass apart XP verdienen en zo. Nou ja, dat gooien ze gewoon samen. Voor elke Battle Pass die je hebt in de game, of je nou een Fortnite Festival hebt, of Lego, of voor de gewone Fortnite Battle Pass hebt. Overal, in welke game mode je ook speelt, die XP neem je mee naar al je Battle Pass en die kun je allemaal upleffelen. Dus dat is wel heel erg fijn. Je hoeft dus niet per se, zeg maar, als je gewoon geen zin hebt, zeg maar, in Lego spelen, dan hoef je niet per se die Lego game te spelen om dan alsnog de XP te verdienen. Wat natuurlijk gewoon een goede zaak is. Dit was weer het game nieuws van vandaag. Ik zou zeggen, like natuurlijk eventjes deze video en laat een commentje achter. Daar support je me mee. Fijne dag verder. Bye bye.